Dag allemaal, we zijn groep 5. Ik ben Trania. Dag, ik ben Monica. En ik ben Rahman. Welkom in onze vlog. We zullen naar een bekende plaats in Jakarta gaan. Eerst nemen we de trein van station Universitas Indonesia naar station Sudirman. Daarna nemen we bus Transjakarta van Halte Duku Atas naar Halte Monas. Met bus Transjakarta kunnen jullie naar allerlei plaatsen in Jakarta. Het goede nieuws is dat het goedkoop is. Hoeveel kost het? Het kost is 3500 rupiah per persoon. Maar moet je met een kaartje betalen? Eindelijk komen we aan. Dit is Museum Nasional. Wat een mooi gebouw. Museum Nasional, dat ook Museum Gajah wordt genoemd. Eerst moeten we een kaartje kopen. De prijs van het kaartje is 5000 rupiah per persoon. Voor toeristen kost het 10.000 rupiah per persoon. Hier zijn veel prehistorische reliquieën, zoals sieraden, bestek, miniatuur van traditionele huizen, wapens enzovoort. Keramiek zijn kunstvoorwerpen gevonden in hun wijken op de zeebodem. Helaas mogen we niet in de keramische collectie filmen. Dankjewel allemaal, zie je in Jakarta!